We zijn hier bij het Solar Carport Biddinghuizen. Eigenlijk een uniek project wat niet alleen heel veel zon en energie gaat genereren, maar ook een mooie combinatie is van een heel aantal technieken. Er kunnen hier 15.000 auto's parkeren en boven die auto's is een carport gerealiseerd waar zonnepanelen op liggen, waarmee we duurzame elektriciteit produceren. We zijn 4 jaar geleden gestart met het project. In die 4 jaar tijd hebben we heel veel papier geproduceerd, vergunning gerealiseerd en een subsidie binnengekregen, financiering van de bank gehaald. We zijn afgelopen jaar met name bezig geweest met bouwen en de eerste 3 jaar vooral bezig geweest met alle voorbereidingen. Bij deze solar carport combineren ze een aantal unieke technieken. Niet alleen het opwekken van zon. Tegelijkertijd is het op het elektriciteitsnet aangesloten in combinatie met een windpark. Er hangt ook nog eens een enorme batterij aan datzelfde netwerk. En sterker nog, er is ook een afnemer, Vrieshuizen, die direct de energie daarvan gebruikt. Wat goed kan vanwege het gebruiksprofiel van die stroomafname. Ik denk dat het belangrijk is dat we op zoek gaan naar energieoplossingen die zoveel mogelijk dit soort combinaties maken. Het mooie hier is natuurlijk dat het echt dubbel grondgebruik is. Want dit gebied is tijdens grote festivals zoals Lowlands gewoon in gebruik als parkeerterrein. Dat was het altijd al. En die auto's staan nu onder dak. En tegelijkertijd is het een solarpark. Dit soort dubbel grondgebruik is ontzettend belangrijk om te stimuleren. Het doel van Solarfields is om in 2030 voor 1 miljoen huishoudens duurzame energie te produceren. En daarvoor moeten we gewoon heel veel zonnepanelen installeren. Sommige zijn gebouwd, zoals deze solar carport. Andere zijn we mee bezig. Het komt erop neer dat we ongeveer 4 gigawatt opgesteld vermogen moeten gaan installeren. En dat is ongeveer, een beetje afhankelijk van de grootte van het park, maar ergens tussen de 100 en de 200 zonneparken die we zullen moeten gaan bouwen. Provincie Flevoland is koploper. Niet alleen als het gaat om wind, maar juist de combinatie van duurzame opwek. Wij denken dat we als duurzaam Flevoland graag toonaangevend willen zijn bij het opwekken en in praktijk brengen van systemen voor opwek van energie.